Partners van Limburg Vandaag zijn Hair & Beauty Marijke Paradiek, Kastelein Fashion en Dennenbeek en Retail Park Roermond. Nou, dames en heren, welkom bij Limburg Vandaag op deze dinsdag de 22e oktober. En vandaag in de uitzending maken we kennis niet met de zanger Jacques Poels, maar met de schilder Jacques Poels. Heel verrassend en heel mooie creaties. Dan even gaan we praten over dementie. Dat doen we met een journalist die in zijn eigen nabijheid heel veel het metgemaakt aan het thema en er een hele serie over geschreven heeft. Dan even nog aandacht voor Beuk, want elke dinsdag schief Emes aan van de bibliotheken. En vandaag is dat Mark Rodeburg van Centre Ceramiek. Onze eigen Patrick Smeets is er ook weer. Ja, Patrick, we beginnen met het gesprek van de dag. Wat is dat voor dich? Zal ik de Zwarte Piet even toeschrijven? Oh jee, ik hoop het er serieus nu even hebben. We hebben het lang geprobeerd te hebben. Wacht eens even. Ik wil het er ook over hebben, maar... Dat moet voor de voor hebben. Nieuws van vandaag wordt dat de VN-onderzoeker de onderzoek gaat doen naar Oost Sinterklaasfeest. Eindelijk alle persoonlijke titel uitgezag. Dat feest moet we afschaffen, is racistisch, is niet meer van deze tijd. Vereen, althans denk ik dat het uitspraak, Shepherd van de Verenigde Naties, die zei, en ik quote, als ik als zwart persoon in Nederland zou wonen, zou ik bezwaar hebben. Ja. Dat snap ik dan normaal. Die zei, het is niet meer van de 21ste eeuw om zo'n racistisch getint volksfeest te hebben. Dus, die zei het afschaffen. Nou ja, die heet wel Jelwie. Die zei eigenlijk tegen Mark Rutte van, je moet maar zorgen dat het in één lijn wordt afgeschaft, want dat kent niet zo wat Mark Rutte heeft gezegd. Ja, dat is niet helemaal niet de mich. Dat moet het volk maar zelf bepalen wat dat doen. En is natuurlijk, ze zijn alle pijlbureaus, die zijn weer, die kosten niet snel genoeg de straat op gewoon. Waarin dan blijkt dat 90% van de luzet hang af van mijn Zwarte Piet. Ja, want dit is nu een typisch verhaal van Emes dat boetestonder is en Oostfeest niet snapt en dus denkt dat we weer allemaal met z'n allen racisten zijn hier in Nederland. Nou ja, dat weet ik niet. Ik vind het een beetje gevaarlijk om dat zo te zeggen, want de meeste lui die dingen doen die niet door de beugel kennen, die houden er niet van als ze door de boetewachter op gewezen werden dat niet oké is. Die zeggen, dat is ons traditie, dan moesten we vanavond blijven. En ik vind zeker in Nederland, waar iedereen nu maar de mond vol heeft over allerlei dingen die niet deugen en tot ze nog hadden moeten doen. En dan komen ze aan gaat van ons en dan zeggen ze, nee, dat is helemaal al zo geweest, dus dan mag voor niks in Frankrijk. Ja, ik ben het dan niet met eens. Ik vind het. Kijk, als lui er oprecht last van hebben, wat deed het ons dan nu, Pien, om multicolor pieten te hebben? Nee, maar luister, geen enkel volwassen hier in Nederland viert dit feest met het oog op racisme. Dat kan ze toch niet voorstellen? Ja, maar wat werd sticht nu van racisme? Dat is een blanke man. Daar hebben ze toch geen flow benul van? Dus dat werkt niet. Kijk, als ze die discussie moest voeren, dan moest ze dat doen met jullie die daar last van hebben. En als ik kan me wel voorstellen als iemand op straat wordt aangesproken door een kindje, ben jij een Zwarte Piet? Dat die dat misschien helemaal niet zo leuk vindt. Dus ja, dan vind je, dan moest ze dat gaan aan willen doen. En moest ze niet maar gewoon zeggen, het is immers zo geweest, dus we mogen er niks aan veranderen. Onzin. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Deze morgen is er geschoten bij een overval in de Maastrichtse wijk Heer. Wat er precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Maar omstanders melden dat er op een gegeven moment een auto wordt klemgereden en er nog een aantal schoten vielen. Ooggetuigen spreken over 6 tot 7 schoten, terwijl de politie op dit moment nog slechts 1 kogelhuls heeft gevonden. Wat er precies gebeurd is, is dus niet duidelijk. Maar mogelijk is het slachtoffer van de overval de daders achterna gegaan en is toen pas de schietpartij ontstaan. De hele straat is deze morgen afgezet geworden voor politieonderzoek, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Voetbalclub MVV in Maastricht moet weer flink gewoon bezuinigen. Ze hebben het afgelopen seizoen namelijk afgesloten met een verlies van zo'n 470.000 euro. En dat verlies komt vooral door tegenvallende opbrengsten, uit sponsorinkomsten, recettes en ook het verteren van de supporters in het stadion wordt minder dan verwacht. Ook de tv-gelden bleven achter en dus heeft de club al gerekend op 2 ton verlies. Dat er nu dikke dubbele is geworden betekent dat de club weer terug zal gaan naar een basisbegroting zoals die 3 jaar geleden gold. En dat is een begroting van 2,4 miljoen euro. En dat betekent dus ook dat er gedurende dit seizoen flink moet worden bezuinigd en de club zal proberen door middel van allerlei bijzondere acties nog extra geld binnen te halen.